Hallo, er zijn genoeg boeken waarin een personage een tekst of een verhaal schrijft waarvan de tekst zelf weer onderdeel uitmaakt van het verhaal dat je aan het lezen bent. Denk aan de Max Havelaar van Multatuli, Postmortem van Peter Terrin, De Consequenties van Ninia Weijers en DJ van Kluun. Ook in films wordt dit principe wel eens toegepast. Je kijkt dan naar een film waarin een film wordt opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn Boogie Nights, The Purple Rose of Cairo, Tropic Thunder, The Artist en het complexe Scenic Dock New York. When are we going to get an audience in here? It's been 17 years. Het resultaat van zo'n dubbele laag, zo'n droste effect, is dat je er extra bewust van bent dat je een boek leest of een film kijkt. Maar het is ook een manier om verschillende lagen aan elkaar te koppelen. En zelfs om te laten zien hoe boeken en films een leven kunnen beïnvloeden. Ronald Gippert maakt een combinatie van het voorgaande door in zijn roman Lieve de opnames van een film te beschrijven. Het script van die film is gebaseerd op het leven van de overleden vriendin van de regisseur, een beroemde actrice. Deze Lieve van Lieve was een verleidelijke vrouw die heel wat mannenharten sneller deed doen kloppen. En? Wil je nog iets doen? Gippert schotelt de lezer enkele momenten uit haar leven voor, waardoor je haar een beetje leert kennen, maar tegelijkertijd blijft ze enorm ongrijpbaar, zoals dat ook was voor de mensen die haar daadwerkelijk kennen, en dan met name de mannen. Daarnaast lees je over Liv Minema, die de rol van Lieve moet gaan spelen in die gelijknamige film. En ze laat zich zowel op de set als daarbuiten beïnvloeden door de verhalen en de kennis die ze heeft over de vrouw die ze moet gaan vertolken. En ook zij is ongrijpbaar voor de mensen om haar heen. En met name voor Bison, haar mannelijke tegenspeler die de rol van de regisseur speelt. Je merkt het al, zo'n dubbele laag uitleggen is best vermoeiend. Gippert speelt een klassiek spel met passie en erotiek. Wat is gemeend? Wat is echte liefde? Of is het allemaal spel? Over spel moet kunnen, is de interessante overtuiging die Gippert's personages steeds vaker hebben. De roman Lieve gaat over liefde, seks, jaloezie en macht tussen geliefdes, maar ook tussen regisseur en een acteur en tussen schrijver en een personage. En Gippert gebruikt hiervoor onder andere het Kandaulus motief, een mythe over een Griekse koning die zo trots was op zijn mooie vrouw dat hij vond dat iedereen haar moest zien, met als gevolg dat zijn vrouw wraak neemt. Een andere literaire verwijzing is die naar de Vlaamse schrijver Hugo Claus en dan met name naar zijn gedicht Nu Nog, dat als een soort leidmotief steeds weer terugkomt. Nu nog, tussen alle vrouwen is er niet één als zij. Niet één als zij? Nou, die vlieger gaat in het boek van Gippert niet op. Want zo'n unieke vrouw als Lieve, daarvan zijn er dus minstens twee. En die film, die werd een succes. Alfons de Ridder, beter bekend onder zijn pseudoniem Willem Elschot, is een auteur van wie je vrij gemakkelijk zijn gehele oeuvre kunt lezen. Voor ongeveer een tientje kun je bij een antiquariaat zijn verzameld werk kopen, bestaande uit 11 verhalen en een handjevol gedichten. Door die praktische haalbaarheid om dat hele oeuvre snel te lezen, kun je als lezer tot gewaagde uitspraken verleiden als dit verhaal is zijn beste werk. Nou, op dagen dat ik me die gewaagdheid permitteer, dan heeft het verhaal Het Dwaallicht, dat als laatste verscheen tijdens zijn leven, mijn voorkeur. Het betreft een traditionele kweeste van de simpele burgerman Frans Laarmans. Een personage dat veel in zijn verhalen voorkomt en dat als een alter ego van Elschot gezien kan worden. Laarmans ontmoet in een druilerige havenstad drie buitenlanders, drie Afghanen, die op zoek zijn naar een vrouw, Maria van Dam. Hij besluit ze te helpen en omdat hij ook wel zin heeft in een avontuurtje, gaat hij met ze mee op zoek. De kracht van Het Dwaallicht ten opzichte van de andere verhalen van Elschot is dat hij het hele frivole, het kluchtachtige van kaas of lijm in het been hier achterwege heeft gelaten. De hele sfeer is haast filmisch te noemen, film noir, heel duister, met verlaten straatjes en kroegen als eindpunt. Een ellendige novemberavond met een motregen die de dapperste van de straat veegt. En het wordt daarbij wat filosofisch voor een schrijver die geen enkele moeite heeft om zichzelf via zijn alter ego neer te zetten als een onfortuinlijke en weemoedige burgerman, ziet hij in dit verhaal de mogelijkheden tot representatie en reflectie door de simpele Laarmans te confronteren met een andere cultuur. Ze staan voor dezelfde muur waar ik reeds een halve eeuw langsloop zonder een deur te vinden. En ik zit dan ook met onze mensgod lelijk in de war tegenover de abstracte eenheid van hun Allah. Het Dwaallicht is zo'n verhaal dat tot op de laatste regel klopt en dat in het universum van Elschot de perfectie nadert. Daarnaast zit het ook nog eens vol met verwijzingen naar de Bijbel en naar de klassieke literatuur. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, kijk dan mijn video over de allusie, de literaire verwijzing. Het Dwaallicht laat zien dat van oorsprong egoïstische daden per ongeluk kunnen leiden tot altruïsme. Dat je zelfs als simpele burgerman je af en toe het centrum van de wereld mag voelen. En dat avontuur eigenlijk belangrijker is dan het uiteindelijke resultaat. En daarom is dit misschien wel Elschot's beste werk.
Sommige schrijvers gebruiken de tragische momenten uit hun leven om er literatuur van te maken. Zoals er ook muzikanten zijn die tragische momenten gebruiken om er liedjes over te schrijven. If I saw you in heaven. Schrijvers van non-fictie gebruiken vaak het tragische leven van iemand anders om er een verhaal over te schrijven. Juist door die afstand tussen de auteur en het onderwerp ontstaat er een scheiding tussen objectiviteit en emotie die kenmerkend is voor non-fictie. Schrijver Judith Koelemeijer besloot die onzichtbare grens te doorbreken door een trauma uit haar eigen jeugd, de dood van een vriendin, te beschrijven als non-fictie. In Hemelvaart beschrijft ze een typische jongerenvakantie die ze in 1985 maakte op een Grieks eiland met 5 vriendinnen. Helaas wordt de laatste avond noodlottig en overlijdt een van die meiden, Annette, door een aanrijding terwijl ze op een stilstaande motor zat. Voor de familieleden van Annette en de betrokkenen heeft dit uiteraard gevolgen voor de rest van hun leven. Koelemeijer beschrijft de gebeurtenissen, de directe jaren erna en hoe ze 25 jaar later op onderzoek uitgaat wat er nu daadwerkelijk is gebeurd. Want ze vertrouwt haar eigen geheugen en de aantekeningen die ze heeft gemaakt niet meer. Het beschrijven van je eigen verleden kan resulteren in, ik noem het maar, een dagboekachtig verhaal. De schrijver is zich hier bewust van en beschrijft vrij zakelijk op de feiten. En daarnaast bouwt ze de spanning op door het verhaal te laten eindigen met de confrontatie met de Duitse jongen die het ongeluk heeft veroorzaakt. Judith Koelemeijer laat zien hoe iedereen verlies op zijn eigen manier verwerkt en de herinneringen anders inkleurt. En zo houdt Hemelvaart toch iets kleins en beperkts, bij momenten ontroerend en herkenbaar, maar nooit uitgroeiend tot de verontrustende tragedie die eigenlijk besloten ligt in dit drama. In de analyse die Koelemeijer zelf maakt, toont ze aan waar je als achterblijver de kant op kan gaan van het verheerlijken van de doden, of van het zien van spirituele voortekenen, of zelfs van het zien van een complot bij feiten die achtergehouden worden. De meeste indruk maakt misschien wel het moment na de dood wanneer de 5 meiden op de kade bij de boot staan voor de terugreis, met een doodskist aan hun zijde. Terwijl hun vriendin nog maar net is overleden, komen er uitbundige toeristen van de boot af die geen weet hebben van welk drama zich heeft afgespeeld. Zoals de meiden zelf nog geen idee hebben welke invloed de dood gaat hebben op hun levens.